hier zijn jullie. Ik heb jullie verwacht aan de oever van de IJsselmeer. Ik heb gedacht dat we jullie hier gaan zitten, maar je wil natuurlijk in de schaduw zitten. Hallo. Nou, dit... Wacht even, ik wist hoe ze heet. Scotty, ja. En Scotty, ik weet ook iets van Scotty. Ja? Scotty was ziek op een gegeven moment. Ik ga overheen stappen, hè, ja, want anders gaat hij weg. Ja? Dit is voor jullie. Nou, dankjewel. Mag ik kussen jouw vrouw? Nee. Leuk, Lisa, om je te ontmoeten. Dankjewel, man. Ik geef dat aan jou. Ja, dankjewel. Dag, jongen. Ja. Mag ik jou ook kussen? Ja. Want bij jou is geen enkele twijfel aan dat je dat doet, alleen oud vriendschap, hè? Nee. Anders heb je nog nooit gekist. Geen tongzoen aan een man gegeven nog. Wel, hè? Leuk om je te zien. Ja. Je ziet goed uit. Jawel, hè? Ja. Ja, ik was bang om jou te ontmoeten, moet ik zeggen. Jawel? Ja. Hoezo? Nou, omdat ik dacht dat je slechter zal uitzien. Oh, nou, ik zou wel goed. Goed, dankjewel. Dankjewel dat je... Ja. Doe dat moeite om te staan voor jou? Nee, hoor. Nee? Nee. Dus dit heb je alleen voor sier? Ik weet het niet. Daar zit je mee te golfen. Ja. Nou, doe of je thuis bent. Jawel, hè. Ja. Zo. Zo. Ik zeg altijd, als ik over jou spreek, dan zeg ik Wim. Maar ja. Moet ik Wim zeggen of moet ik Willem zeggen? Willem. Willem, toch Willem moet ik zeggen. Ja. Ja, dan zal ik officieel beginnen. Jawel. Willem. Jawel. Ik ga dat samenvatten. 3 jaar geleden heb je hersenbloeding gekregen. Juist. Ja. En dat gun je niemand, neem ik aan. Jawel. Nee. Natuurlijk niet. Dat gun je niemand. Je was toen op Canarische eilanden. Ja. Omdat je wilde uitrusten. Ja. Want het ging hier al niet goed. Je ging op een gegeven moment, had je een tiaatje. Ja. Je bent naar de ziekenhuis gegaan. Ja. Maar ze zeiden, dat komt wel goed, gewoon, want... Ja, hoe heet het hier? Lisa, nou, hoeft niet. Het is niet zo belangrijk, ouders. Ja, okay. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel, want ik heb prachtige interview gelezen in Noord-Hollandse Dagblad. Ja, dat is goed. Dat was heel goed. Ja, natuurlijk. En daar is het uitgelegd. Oh ja. Ik zal alleen, jullie moeten me corrigeren als ik dingen fout zeg. Ja. Dus jij krijgt dat kleine tiaatje. Ja. Hè? En je vertrouwt het echt niet helemaal, maar je denkt, nou, je rust uit op Canarische eilanden. Juist. En dan komen jullie aan. Ja. En je gaat tegen een vlakte. Ja. Bewusteloos. Ja. Ja, ik weet het niet meer. En toen je wakker was? Nou, dat is wel, hoe heet het? Hij is in coma geraakt. Ja, in coma. En hij weet helemaal nergens meer wat van. Wat van, ja. Nee, maar hij liep er eigenlijk al een jaar mee. En toen is hij naar de dokter gegaan, heb ze helemaal laten onderzoeken, alles nagekeken. En de dokter heeft toen gezegd van, je moet andere eetgewoontes aannemen. Want... Wat heb je allemaal fout gedaan? Ja. Dat is weer jouw schuld. Jawel. Ja. Je hebt gewoon veel te vet gegeten. Jawel, hè. Ja. Hij was steeds duizelig en daar klaagde hij steeds over. Dus de huisdokter zegt, nou, dan moet je moet andere eetgewoontes aannemen. Want je eet te snel en daardoor word je dus duizelig. Aha. En, maar toen op een gegeven moment, toen kreeg hij een TIA. Ja. En toen is hij dus opgenomen in het ziekenhuis. Ja. En daar hadden ze dus geconstateerd dus dat hij een verwijt had in zijn hals. Een verwijt. Dus niet een vernauwing, maar een verwijt. Verwijdering. Ja, en dat had toch te maken met de judo van vroeger, omdat hij natuurlijk veel afgeknepen is geweest. Dus verwurgingen heeft hij veel gehad. Ja, want... Door de verwurging is dat gekomen. Ik heb van die TIA geen verstand. Ja. Maar dankzij jou, ik heb je 3 keer geïnterviewd. 1 keer voor de televisie, met RVU ook. Ja, zelfde cameramensen trouwens, Ale was er ook bij. Ja. Hè? Jij niet, François was er niet bij. Maar hoe vind je François? Sympathieke jongen?
Nou, nee. Nee, niet, hè? Nee, maar goed. Blijf maar toch even, want we hebben jou nodig. Hij zegt ook wel nee op, hoor. Deed hij op alles nee? Op alles nee. En heb je, wat heb je liever, dat hij op alles ja zegt of op alles nee? Nee, maar hij weet niet wat het inhoudt. Dus als het ja is, dan moet het gewoon, dan zegt hij nee. Maar dan moet het gewoon ja zijn. Dat is volgens mij niet waar. Tot nog toe heeft hij dat heel goed gedaan. Ze heeft geen gevoel, ze heeft geen gevoel voor humor. Nee, Lisa, jij bent te serieus geworden. Nee, dat is vreselijk. Nou, oké. Okay. Waar hadden we dat over? Dat moet jij weten. En toen is hij dus naar het ziekenhuis toe gegaan en toen hebben ze dus ontdekt dus dat hij een verwijt had in zijn hals. En het schijnt dus door de judo gekomen te zijn, dus door de verwurgingen. Door de verwurgingen, ja. Want in judo heb je, en daar wil ik het meteen over hebben, want dit is tenslotte een sportprogramma. Ja. Je was meester in reflexenspel. Juist. Ja. Als je goede judo's hebt, die lopen los vast met hun handen. Ja. Los vast. En wat doen ze? Waar wachten ze? En op het moment wanneer jij of voor of naar achteren stapt, kijk, als je nu zo naar achteren stapt, dan is je richting, dus pak me hier maar eens vast, blijf staan, dan is je richting waarin je zwak staat, is altijd een lijn tussen je benen en haaks op die lijn sta je zwak. Ja. Blijf maar gewoon staan. Oké. Okay. Blijf staan. Dus je ziet, dit kost dus helemaal geen kracht. Ja. En je komt als het ware in een gat te vallen. En als je dat met kracht doet en in verkeerde richting, wat gebeurt dan? Nu. Dezelfde. Nu sta ik zo gespannen. Ja. Op het moment maak jij een stap, bij wijze van spreken, geef niet wat. Maar ik sta zo gespannen. Op het moment dat ik, als ik wat wil doen, moet ik eerst mijn eigen ontspannen. Voordat ik mijn spiergroep, hè, of mijn spieren een opdracht kan geven, nou moet ik aangevallen. Dus dat is twee keer zo lang. Ja. Dus het is juist een zaak wanneer je staat te judoën, dat je los vast je tegenstander vast hebt. En hoe lopen jullie nou? Die dansen wil ik begrijpen. Nou, het meest belangrijke is dus dat je het meeste gewicht van je, als je staat te judo, dat het op je voorvoet is. Op de voorvoet, ik zeg altijd, je moet net dan een muntstukje onder je hiel kunnen leggen. Dan heb je namelijk met één ding... Sorry, ik onderbreek je. Weet je wat wij zeggen, tennissers? Ja. Als je houdt de racket vast, dan moet je je voorstellen dat als dat een vogeltje was, dan knijp je hem niet door. Ja. En jullie zeggen, als ik sta, dan moet ik muntstukje onder mijn hiel kunnen leggen. Hiel kunnen leggen. Dus dat je niet zo staat. Ja, maar dat zeggen we niet allemaal. Helaas. Heden ten dagen wordt er eigenlijk gejudo dat de mensen als het ware platvoets in die mat staan te stampen. En als het ware helemaal gebogen en haaks tegenover elkaar staan. Een goede judoka, die herken ik binnen 2 seconden, wanneer hij een partij aangaat en dat hij zegt, hier ben ik. Ik sta rechtop. Ja. Dat heb je aan Gezing ook kunnen zien in 1964, toen hij tegen Kaminake ging. Op de mat, dat hij Olympisch kampioen werd. Ja. Zei Gezing, hier ben ik. Ik ben open. Fantastisch. Weet je hoor? Ja. En dan de verdediging bij het judo. Zit dus in de heupen. Als iemand bij mij een heupworp indraait, dan zit hij in mijn heupen. Dus dan kan ik mijn heupen naar voren draaien. Hier verdedig ik uit. Het gekke is namelijk, als je gehaakt gaat staan, dus zoals dat er heden ten dagen veel gejudo'd wordt, dan kan je met die heupen niks meer doen. Die zijn vast. Die zijn geblokkeerd. Nou heb je alleen bij judo, heb je 150 verschillende handelingen. Daar zit het grondgevecht bij, maar er zit ook het staande gevecht bij. Ja, ja. 150 verschillende handelingen. Om en erbij de 150. Dus die moet je allemaal kennen. In zoverre, die hoef je niet allemaal te kennen. Maar elke judoka die specialiseert zich dus op een aantal worpen. Ja. De slechte judo's die nemen er maar 1, want die kunnen niet verder denken. De betere judo's die nemen er 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel kon jij? Nou, ja, ik vind het altijd moeilijk om over mezelf dus te gaan praten en te zeggen van nou, ik steek mezelf een veer in mijn kont, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. Ja, daar hou ik niet zo van. Maar in ieder geval, ik kon namelijk rechts aanvallen, maar ik kon mijn tegenstander ook links werpen. Ja. Dus dat was mijn voordeel. Ik had erbij een eerste... Links aanvallen, dat betekent over deze... Ja, nee, maar kijk, het is heel, heel eenvoudig als je dus zo staat. Ja. Dus stel voor, ik doe aanvallen op die voet. Ja. En jij stapt met die naar achteren. Dus ik stap hier 1. Kijk, dan kom ik er niet bij. Ja. Maar dan ga ik hierheen. Oh! Ja. 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 Wachten tot de tegenstander uit balans komt, juist, door jouw toedoen natuurlijk, juist, en dan hem vloeren, liefst met een worp. Juist. Er zijn vele worpen. Ja. Jij kende ze allemaal.
Nou, niet zo... Niet allemaal? Ja, maar het is wel... Wel veel. Juist. Je hebt veel gekend. Ja. En een van de moeilijkste, soort armworp... Juist. Die heb je afgekeken van Peter Snijders. Ja. Jouw grote voorbeeld. Ja. Een man van 80 kilo. Juist. Die Rus, wiens naam ik niet weet, want ik hou niet zo van Russen, dus dat heb ik gauw vergeten. Dus heeft die man van 80 kilo, die Rus van 130 kilo, geworpen. Ja. En jij, misschien nog meer dan je medailles, ben je trots op de overwinning op Peter Snijders, jouw meester. Ja. Met hetzelfde armworp, ja, die je van hem hebt afgekeken. Overgenomen. Ja. Fantastisch. En dat was in 1969. Ja. Ik blijf liggen, want ik heb gehoord... Nee, want ik heb gehoord dat jij niet zo goed bent in grondgevecht. Ja, nou ja, dat weet ik. Geesing was beter in grondgevecht. Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat is waar, hè? Ja, dat was iedereen. Maar Geesing was naar mijn smaak de beste judoka. Als we praten, we hebben in judo twee soorten gevechten. Dus grondgevecht en staande. Ons Japans noemen we dat Tachiwasa, dat betekent staande judo. En Newasa, dat is het grondgevecht. En Geesing was absoluut een expert in het grondgevecht. Dus die was het beste, maar Geesing was ook wat zwaarder dan ik nog. Hè. Die Geesing die zat zo, ik denk in zijn toptijd, ik denk zo tegen de 120 kilo aan. Terwijl ik in mijn toptijd nog 106 kilo woog. En je hebt ik was de lichtste zwaargewicht van Europa. Of misschien wel van de wereld. Dat lijkt me als zwaargewicht zijn. Dat lijkt me nogal belangrijk, want als je zo licht bent en wint alle categorieën, wil zeggen dat je... Juist, dat je al die zwaardere mensen verslaat. En waar moet ik het dan voor hebben? Dan moest ik het van mijn explosiviteit hebben en het juiste moment en precies weten waar ik die man heen moest sturen. Ja. Wat ik je dus net heb voorgedaan. Kom je nou lekker bij me liggen en laat je me zien waar gaat het om in die gevecht op de grond? Want, nou, in judo is het zo, dus als je iemand werpt... En je maakt, dat noemen ze een voordeel. Je hebt een balans verstoord en je tegenstander komt op de grond te liggen. Ja. Dan hebben we drie verschillende mogelijkheden om dus die tegenstander toch weer met een volle punt te kunnen verslaan. Want daar gaat het eigenlijk om. Je moet in judo moet je iemand met een volle punt, dus een volle punt is, ik werp hem over mijn schouder, over mijn heup of over mijn been. Hij komt los van de grond, valt of op zijn zij of plat op zijn rug. Dan is het een volle punt, dan is het gevecht afgelopen. Dus ja. Net als bij het boksen, een knock-out. He? Heel goed. Nu krijg je op een gegeven moment het grondgevecht. Ik werp iemand naar de grond, maar het is niet een volledige punt. Dan is het een voordeel, dus een balansverstoring. Dan kan het een halve punt betekenen. Dan kan het een juko betekenen. Dat is bijna een halve punt. En het kan een koka zijn. Een koka, dat is een klein resultaat, zeg maar. Ja. Maar goed, ik heb mijn tegenstander op de grond. Op het moment wanneer ik hem op de grond heb... Ja. Dan zijn dit ongeveer, en dan heb je ongeveer 15 handelingen in. 15 handelingen. Maar dan is dit ongeveer de houtgreep waar Geesing Olympisch kampioen mee werd in 1964. En wat, ik kan dus niet bewegen nou? Nou, probeer het maar. Nou, met die hand kan ik. Ja, nee, oké. Okay, maar alleen... ik kan toch dit doen bijvoorbeeld? Ja, nee, nou ja, dat mag officieel niet. Je mag niet met de hand in het gezicht komen. Oh ja, wat mag ik dan met die hand? Je moet gewoon eronder uit zien te draaien of los zien te draaien. Zal ik het proberen? Probeer het maar. En dan moet je eens kijken, nou gebruik ik niet eens mijn handen. En toch heb ik je vast. Wacht even. Dus doe die handen omhoog dan? Nee, dat heb ik altijd met mijn oudere broer gedaan, deze spel. Even wachten, dan probeer ik onderuit te komen. Maar doe die handen omhoog, hè? Ja, dan ga je bruggen. Ja, doe maar. Nee, doe die hand omhoog, want die heb je... Ja. Ja. Dat moet je 30 seconden volhouden. 30 seconden volhouden. Dit kan ik ook niet doen. Ik gebruik niet eens mijn handen. Want ik heb met mijn tricep, die druk ik tegen jouw onderarm aan, tegen mijn bovenlichaam. Ja. Dat geeft de mogelijkheid dat ik mijn handen vrij heb. En dan krijgen we dus dit, dat ik hier onder door. Oh, nee, hou me vast. En nou breek je mijn nek. Nee, nu laat ik je slippen, kijk. Dan ga je hier overheen. Ja, dit is verschrikkelijk. Au, je niet. Dan hebben we hier een armklem. Ja, dat hebben we. Maar het leuke is, kijk. Nee, moet je even rusten, dan leg ik het uit. Ja. Nu heb je twee soorten armklemmen. Je hebt een gebogen armklem en een gestrekte. Dit is een gestrekte. Ja, nee. Voor hem. Ja, jongen, wacht even. Doe dat met mijn linker. Nee, wacht. Kom. Dan gaat hij onderdoor. Kijk.
Ja. Want jij ontsnapt als het ware uit je gestrekte arm. Ja, ik ontsnap. Wat doe je uit nature? Dan ga je arm buigen. Ja. Hier, die geef je aan in deze hand. Oh. Ik druk hem op. Kijk, en dan trek ik hem hierheen. Oh, nee, dan zat ik zo net nog beter. Goed. Nou, dan zit je beter. Ja. Dat kan natuurlijk. Maar god, ja. Nee. Kijk, dan heb je de derde mogelijkheid. Nee. Dus de eerste mogelijkheid was die houtgreep. Ja. Die tweede was die armklem. Ja. En kijk even naar die camera. Nou, nee, dit is verschrikkelijk. Kijk, de derde mogelijkheid is een verwurging. Dus jij was niet zo gek op dat grondgevecht. Nee. Want daar konden mensen als Geesink, ik zeg dat naam meteen, je hoort het niet graag, hè? Ja. Maar op de grond was Geesink beter. Juist. Dat heb je tegen mij gezegd. Juist. Dat is niks aan te doen. Ja. Hè? Ja. Je kan niet alles hebben in het leven. Hè? Nee. Dus op de grond was hij beter. Ja. En dan op de grond gaat het om iemand in houtgreep houden, juist. Toch? Juist. Of wurgen. Juist. En zij hebben jou te vaak proberen te wurgen in het leven. Ja. Maar goed, dus daardoor kreeg hij die verwijt. Een verwijt in zijn hals, ja. En dan komen jullie naar die Canarische eilanden, uitrusten. En... Nou, hij had dus aan de chirurg gevraagd of hij geopereerd kon worden. Toen zei hij, ja, dat is wel mogelijk, maar dat gaat eerst uitproberen met medicijnen. Ja. Hij zegt, en als het na 6 weken nog niet beter is geworden, dan gaan we je opereren. Maar hij was er niet zo blij mee. Hij wou eigenlijk meteen geopereerd worden, maar dat deed hij niet. Ja. En dit is hem fataal geworden. Ja, ja. Dus ze hadden hem wel meteen moeten opereren. Ja, ja. Ja. Nou ja, dus beoordelingsfout, hè? Jawel. Ja. Beoordelingsfout. Ja, ja. En dat is in judo ook, dat betaal je duur. Als juist. Je ja. Goed. Dat is toch wel erg. Nou zullen de christenen zeggen. Ja. Hij heeft de kunst van het woord verloren, maar hij kan nog altijd vlukken. Jawel, hè? Dat kan niet goed. Jawel. Nou, nee. Hij kan niet praten. Hij kan niet praten. Maar het eerste dat hij wakker werd, was godverdomme. Ja. En dat kan ze als nummer 1. Ja, ja. En voor de rest kon hij geen woord zeggen. Ja. Ja. Dus maar dat betekent dat kennelijk in jou zoveel woede is, hè? Ja. Zoveel woede was op dat moment. Ja. Want ervoer je dat als onrecht dat het jou overkwam. Juist. Ja, meen je? Ja, ja, ja. 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 Want jij hebt al genoeg pech gehad in het leven. Juist. He? Ja. Je had geen vader. Ja. Je bent zonder vader opgegroeid. Ja. Dan dat geval met die muis. Je had een witte muis in een doos. Ja. Van je moeder. Ja. En dat ging prima. Jawel. Maar dan een vriendje van jou geeft jou een andere witte muis. Jawel. Want die zegt mij, ik mag die niet meer houden. Ja. Je doet die muis bij jouw muis. Ja. En dat werd steeds gazelliger. Olé. Op een gegeven moment 10 muizen in de doos. Ja, tot daar zoveel muizen waren, dat ze elkaar de staarten begonnen af te beten. Olé. En toen zat je als jongetje boven dat doos en je begrijpte het niet. Je dacht toen al eigenlijk, als dat maar met de wereld ook niet zo afloopt. Olé. Nou, dat was dat dan. Op je 21ste was je een... ja, een mariniertje. Ja. Vierde klas, geloof ik. Ja. Vierde of derde? Nee, derde. Derde, ja. Nou, dan moet je meteen protesteren als ik fout zeg. Ja. Zeker als ik je tekort doe, hè. Dan moet je meteen... Ja, dus derde klas marinier. Ja. Dat is dus niks. Dan zat je een beetje dek schoon te maken. Hè? Juist. Nou. En dan plotseling... Dat was in 1961... hoor je dat er judo bestaat. Want je had een geluk... Ja. Dat op die dek was ook een judoleraar. Juist, juist. Je gaat judoen. Ja. Geesink zet een beetje judo op de kaart in 1964. Ja. En jij denkt, wat die Geesink kan, die aandacht die hij krijgt... ook. Kan ik ook. Juist. Ja. En jij kon meer. Juist. Want in 1972, want jij moest wachten, in 1968 was de judo niet op Olympische Spelen. Nee. Ja. In een 64 bij wijze van proef. Ja. Geesink wint 1 medaille. Ja. Je wacht eigenlijk al die jaren. Dus je hebt getraind vanaf 61 tot 72. Tot de 72, ja. Tijdens de 20ste Olympische Zomerspelen in München heeft judoka Wim Ruska ervoor gezorgd dat de Nederlandse aanhang eindelijk reden tot juichen had. In de finale van de zwaargewichten kwam de 32-jarige Amsterdamse judo-reus... die al Europees en wereldkampioen is, uit tegen de West-Duitser Klaus Glahn. De partij duurde precies 1 minuut en 43 seconden.
Een tijdsduur waarin de judoka's elkaars zwakke plek probeerden te vinden. Maar toen wierp Ruska de Duitser met een flitsende haraigoshi de vijfde heuparp op de mat. De regels van judo dwongen Ruska zich weer even te beheersen tot de partij officieel beëindigd was. De formidabele prestatie van Wim Ruska roept herinneringen op aan de Olympische Spelen in Tokio, toen Anton Geesink Olympisch judokampioen alle categorieën werd. Die titel wil Wim Ruska ook nog halen. Maar voorlopig lijkt hij dik tevreden met deze gouden plak. Dan win je jouw categorie. Ja. En op dezelfde dag komt de aanslag van de Palestijn. Juist. Nou, dit wil ik ook mensen niet onthouden. Hè? Dit wil ik mensen niet onthouden. En ik zal dus mensen laten horen wat je daarover hebt gezegd. Ja. Tegen me 9 jaar geleden. Ja. In de tijd dat ik naar München ging, had mijn vrouw geen jurk meer aan de kont had, hoor. Moet je niet vergeten. Die had niks meer. Helemaal niets. Mijn vrouw, ik ging naar München toe. En ik had mijn eerste medaille al verdiend in München, in het Olympisch dorp. Kwam ik. Toen kwam mijn vrouw s'avonds aan het hek. En die was komen liften naar München. Zo triest was het. Dat was echt heel triest. En toen begon mijn vrouw. Die stond te huilen voor het hek. En ik was Olympisch kampioen geworden. En met die medaille op een gegeven moment kon ik mijn vrouw als het ware het Olympisch dorp binnenhalen. Nou, die heb ik toen naar binnen gehaald. Ik ben mijn kamer ingegaan op een gegeven moment. Mijn vrouw had geen verblijf, geen hotel, helemaal niets. Dus ik heb een bed erbij gezet. Toen kwam de voorzitter van de Nederlandse Judebond, de heer Methorst. Die tikte op mijn kamerdeur en die zei: Ruska, hij zei, je vrouw moet het Olympisch dorp uit. Ik zei, ja, maar ik zeg maar, ze kan nergens slapen. Dan regelen wij een hotel voor haar, zei hij. Ik zei, nou, dat is goed. En inderdaad, s'avonds kwam de secretaris, meneer Luiten. Die boeven die hadden zo bedacht dat ze een chef d'équipe voor binnen het dorp moesten hebben en een chef d'équipe voor buiten het dorp. Mijn vrouw kon niet mee, want het kostte te veel geld. Maar de heren, de hoofdbestuursleiding van de toenmalige judebond, die vonden het nodig om 2 chef d'équipes mee te nemen, omdat ze zelf graag de Olympische Spelen wilden zien. Zo waren de heren bezig. Maar er was geen plaats voor mijn vrouw. Nou, afijn, er werd een zogenaamd hotel werd besproken. Ik kreeg het adres. Ik ging s'avonds om 1:50 naar het hotel. Ik wilde mijn vrouw naar die kamer toe brengen. Toen bleek dat er helemaal niets geregeld was. Dus toen heb ik mijn vrouw weer mee teruggenomen naar het Olympisch dorp. Aan die wacht. Dat was precies op die avond dat die aanslagen plaatsvonden. Toen liet ik dus die wacht daar van het Olympisch dorp, liet ik die gouden medaille zien. Nou, bij die Duitsers kenden alles. Ja. Oh, Olympiasieger. En ik mocht mijn vrouw meenemen naar binnen. Weer op mijn kamer. Toen kwam de voorzitter, die kwam. Die klopte weer op mijn kamerdeur. Hij zei, Ruska, hij zei, nou is je vrouw nog in het Olympisch dorp. Hij zegt, ik krijg last met Bram van Leeuwenhoek. Dat was de chef d'équipe van het Nederlands Olympisch Comité. Hij zegt, ik krijg last met Bram van Leeuwenhoek. Hij zegt, ze moet onmiddellijk die kamer uit. Waarop ik toen zo kwaad ben geworden, omdat er dus niets geregeld was. En ze hadden tegen mij gezegd dat er wel wat geregeld was. Toen heb ik tegen die voorzitter, ik zeg, als je nu niet maakt, ik zeg, dat je die kamer uitkomt van me, ik zeg, dan stomp ik je eruit. Ik zeg, dan slaan ik je vierkant ook. Ik zeg, secreet die je er bent. Zo ben ik tekeer gegaan tegen die vent. Ik zeg, want dit is zo waardeloos. Ik zeg, wat jullie allemaal doen. Ik zeg, ik heb voor jullie al 1 medaille gehad. We zijn gisteravond, ik zeg, voordat mijn vrouw hier gearriveerd was, toen hebben jullie gevierd dat ik Olympisch kampioen was geworden. Ik zeg, in een nachtclub. Er werd uitgesneden zelf een salm geserveerd. Er werden biefstukken gegeten. Er werd whisky gedronken. Er werd alles gedronken. Ik denk dat het 10.000 guldens heb gekost. Ik zeg, voor mijn vrouw kan er geen hotelkamer vanaf. Ik zeg, nu mijn kamer uit. Ik zeg, of ik sla je eruit. Zeg ik, nee. Ik zeg, weet je wat je moet doen met die tweede medaille? Ik zeg, want ik zeg, over een week, een dikke week, ik zeg, moet ik voor die tweede medaille moet ik weer op. Ik zeg, weet je wat ik ik zei, die medaille, ik zei, die moet jij maar halen, zei ik hem. Ik zei, want ik ga terug naar huis. Ik zei, ik ga liften terug naar huis, want ik had niet de gulden in mijn zak. Helemaal niks. Ik had alleen een gouden medaille, maar ik had helemaal niks. Ik had niks, totaal niks. Nou, afijn, de volgende dag zat ik dus in het bad, 7:00. Ik zat een bad te nemen, toen werd er getikt op de weer die voorzitter. Hij zei, Ruska, kan ik met je praten? Ik zei, met mij kan je altijd praten, zei ik hem. Hij zegt, als we nou iets regelen voor je vrouw. Hij zegt, dat ze toch een kamer krijgt. Hij zegt, en dat we je een patiënt geven, dat ze een verschoning en een jurk kan kopen. Want ze had echt helemaal niets. Ze was er zomaar heen gekomen. Hij zegt, als we dat nou regelen. Hij zegt,
ben je dan genegen om je vrouw naar het hotelkamer te... Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zei, waarom niet? Ik zei, maar dat hadden jullie al geregeld. Ik zei, maar jullie hadden niets geregeld. Ik zei, ondanks dat jullie twee chef-d'équipe hadden. Ik zei, één voor binnen en één voor buiten het dorp. Ik zeg maar goed, ik zeg, neem die weg. Ik zeg, regel die hotelkamer. Ik zeg, en dan komt het voor elkaar. Ik zeg, dan ga ik wel op voor die tweede medaille. Nou, toen die nacht gebeurde dan ook die aanslag. Nou, dus toen stond alles eigenlijk een beetje op losse schroeven. Of dat het wel of dat het niet door zou gaan. Nou, en na een dag of drie, vier werd het dus besloten door het IOC... we gaan door met de Olympische Spelen. Het NOC wist het nog niet zeker, die moesten nog een dag langer vergaderen. Toen werd er niet, door het Nederlands Olympisch Comité, werd niet op druk gezet... we doen wel of we doen niet mee. Maar ze zeiden, de topsporters die dus eventueel wel nog hun medailles zouden willen halen... of mee willen doen aan een tak van sport, dat is hun eigen keus. Zij die daar bezwaar tegen hebben, morele bezwaren tegen hebben, die mogen zich terugtrekken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een, ja, dat is weer typisch Nederlands, zeg ik altijd maar. Hè. Ik bedoel, altijd net ertussenin blijven. Terwijl internationaal wordt er besloten, we gaan door. En dan zegt Nederland, hé, we moeten nog even een paar dagen wachten voordat we een besluit nemen. En dan spelen we daarna maar even de Zwarte Piet naar de sporters toe. Nee. Dus dat hield in, dus de mensen die door waren gegaan, dat waren de Zwarte Pieten. En de andere mensen die zich terugtrokken, maar dat waren wel de mensen, dat zeg ik er wel even met nadruk bij, die... geen kans hadden op een medaille, daar was het even makkelijker voor... om te zeggen van, ik voel me eigenlijk moreel bezwaard en ik trek mezelf terug. Maar in ieder geval, toen moest ik dus op voor mijn tweede medaille. Ik heb dus gezegd, ik ga door, want ik wil toch kijken of dat ik Gezing kan verbeteren. En gelukkigerwijs, ja, het lukte me. Judoka Wim Ruska had er al één veroverd in de zwaargewichtklasse... en hij wilde er nog één winnen in de klasse alle categorieën. In de finale had hij een harde dobber aan de Rus Kuznetsov... Pas na vier minuten kon Ruska zijn tegenstander onverwacht op de mat krijgen... waarna hij hem de voorgeschreven 30 seconden in bedwang wist te houden. Ruska leverde zijn prestatie aan het einde van de Olympische Spelen... die volgens tallozen na de moord op de Israëli's gestaakt hadden moeten worden... en die in deze vorm en in deze omvang naar velen verwachten niet meer zullen terugkeren. En je wint weer. Juist. Dus je verslaat, Gezing. Twee. Ja. Want die heeft dat niet gehaald. Juist. En je denkt, nu eindelijk kan ik eten geven aan mijn kinderen, aan mijn vrouw. Ja. Dat was jij niet. Maar hoe heette je vrouw? Joke. Joke. Aan Joke. Ja. Hoe is het trouwens met Joke? Leeft ze nog? Nee. Is overleden. Ja. Een triest verhaal, maar dat komt nog. Want zover zijn we nog niet. Op dat moment had Joke nog geen hersenbloeding. Want die heeft ook een hersenbloeding gekregen. Juist. Maar op dat moment niet. Dus die zitten op jou te wachten. Ja. Met twee kinderen, Joke. En je komt thuis van die spelen. En de eerste journalist komt langs. Na hoeveel maanden? 1, 2... 3, 4... Drie, vier maanden. Na drie, vier maanden komt de eerste journalist langs. Ja. Want is dat nou correct? Is dat niet politiek correct? Ja. Dus hij komt pas later. Ja. En dan stuur je ze weg. Juist. En tot overmaat van ramp krijg je vrouw een hersenbloeding. Bloeding, ja. En wordt een soort plant. Juist. Ja, want dat... dat ging dus veel slechter met haar dan met jou nu. Ja, natuurlijk wel. Ja. Toen dat jou overkwam, heb je aan haar gedacht? Nee. Nee? Toen je... Nee? Nee. Nee. Dat denk ik niet. Dat is, een verhaal van... Nee, hierover, dat weet ik niet meer. Okay. Nee, daar kan ik niets over zeggen. Dat is heel, heel goed dat je zegt, daar kan ik niets over zeggen. Nee. Dat is prachtig, dat geeft ook jouw gevoel aan. Ja. Dat is voor jouw periode. Ja. Maar ik heb lang met jou over gesproken, 9 jaar geleden. Ja, en ik weet dat Willem heeft alles aangedaan om zijn vrouw te helpen. He, alleen op een gegeven moment moest ze in de verzorgingstehuis. Ja. Hij had gewoon geen cent te makken. En hij moest
dus aan geld komen. Ja. En uiteindelijk werd hij bodyguard van Willem Smit, de rijke zakenman. Oh ja, ja. Weet je dat ja, nog? Ja, goed. Want je vergeet ook, vergeet hij wel eens dingen? Ja. 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 Maar ja. Dit weet je wel. Jawel. Willem. Jawel. En, want dat was de tijd van Carranza-ontvoering, ja. Heineken-ontvoering. Ja, natuurlijk al. Ja. Waarschijnlijk heeft Carranza hem gezegd, waarom neem je die Olympische kampioen niet? Ja. Want Smit was bang. En jullie hadden afgesproken dat je voor je geld, en hij betaalde jou goed, zei je, ik weet ja, niet wat. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ga je weg. Ja. Dat was best. Best, ja. Hij betaalde je goed. Ja. En wat moest je doen? Nou, niet veel. Bijvoorbeeld, je moest Barretje Hilton, hè, ja. Waar je normaal nooit kwam, maar nou ja. Moest je wel komen. Ja. Kwam je door die draaideur, zei je, dag Willem, want hij heette ook Willem. Jawel. Hij ja. Zei, dag Willem. Wel, hè. En je ging door andere draaideur weer weg. Juist. Je dienst was over. Jawel, hè. Dat was het. Dan deed je nog één ding. Ja. Dus dit klopt allemaal. Ja. Hè? Dan deed je nog één ding. Op de Wallen ja. Was toen koning van de Wallen, was Jopie de Vries. De Vries, ja. Die is daar geboren op de Wallen. Juist. En die had zo'n eigen idee van hoe dat op de Wallen moet rijlen en zeilen. Ja. Hij betaalde vooral geen belasting. Juist. Maar hij had ongeveer 500 mensen in dienst. Juist. Meestal zwart. En hij gaf veel aan mensen. Dus op de Wallen, hij betaalde belasting door uit zijn plastic zak als oom Dagobert mensen te betalen. Ja, klopt, ja, dat klopt. Ja. En die zei tegen jou, Willem, heb je geen cent te maken? Waarom begin je niet sportschool bij mij, ja. Met mij op de Wallen? Jawel. Nou, toen wist je nog niet ja. Dat die sportschool een dekmantel was voor het casino. Jawel. Die daar was beneden. Juist. Beneden rolde balletje. En jij stond boven met die mensen te sporten. Ja. En dan is wel belangrijk dat de mensen weten dat je daar Peter Adelaar hebt getraind. Oh ja. Peter Adelaar is later Europees kampioen juist. Geworden. Ja. Onder jouw leiding. Dat juist. Heb je op drie hoog op de Wallen ja. Gedaan ja. Met hem. En dat juist. Is dus prestatie ook van die grote Peter Adelaar. Ja. Met enorme handen. Ja. Met enorme lichaam. Jawel. Geen 80 kilo. Geen 80 nee, kilo. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ja, op die manier ben jij eigenlijk ook nog verdacht geworden dat je een soort onderwereldfiguur bent? Ja. Ja. Nou ja, dat is. Ja, dat is. Ben ik nu niet. Dat ben je niet? Nee. Nee, maar dat hoef je mij niet uit te leggen. Nee, natuurlijk. Maar het is, je bedoelt, dat is goed om dat even te zeggen. Jawel, hè? Ja. Ja. Zal ik het vertellen van dat showworstelen? Ja. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Wel. Ja. Dus toen al die, ja, je had ook geen zin in dat onderwereldfiguren te zijn en dat zo genoemd te worden. Ja. Toen ging je showworstelen in Japan en juist, in Amerika. Juist. En een grote bedrog is dat. Jawel. En dat is voor de tweede keer dat Willem Ruska verbaasd stond van hoe de wereld in elkaar zit. Eerste keer was dat toen Freddy Heineken bij dat Club 26, waar beneden casino was en boven jouw sportschool, kwam. Willem stond naast Zwarte Jopie. Juist. En Heineken loopt op hem af, stralende gezicht. Willem denkt, hij heeft me herkend. Hij kon me alsnog feliciteren met mijn kampioenschap. Nee. Maar Freddy Heineken juist. Zag hem niet staan juist. En gaf de hand aan de Zwarte Jopie. Juist. En toen begreep je, ja die twee medailles, die Zwarte Jopie, die is goed voor grote omzet van de bier. Jawel. En hier gaat het om de bier. Jawel. En niet om de medailles. Jawel. Ja. Ja. Oh, sorry. Oh, je gooit ermee. Ja, och ja. Het is maar blik, hè. Hier is er geloof ik nog een. Mag ik nou weten wat de Olympische medaille is? Nou, de meest die, degene die bijna het meeste roestig is, kan ik wel zeggen. Dit is er een. Deze twee, daar gaat het om. Ja. Ja.
Dus jij komt in Japan, je wordt benaderd uit Japan en je moet gevechten voeren met die in dat show worstelen. Ja. En dat is allemaal afgesproken. Juist. Gelukkig, want jij had grote naam in Japan, dus Juist. Je hoefde niet te verliezen. Je mocht altijd winnen. Juist. Dat was goed. Maar Willem Ruska heeft wel in Madison Square Garden geworsteld. Ja. Voor uitverkochte hal. Ja. En in Brazilië sloeg je een Braziliaanse kampioen ja. op zijn bek. Oh ja, dat is... En je hebt hem bewusteloos ja, gemaakt. Ja, natuurlijk wel. Voor 60.000 ja. mensen. Ja, wel. Hey. En waarom heb je dat gedaan? Ja, wel. Omdat die man de afspraak niet nakwam. Juist. Juist. Ja, natuurlijk wel. Hij was oneerlijk. Jawel, hè. Want hij heeft jou meteen in het begin potato gegeven. Juist. Op je buik. Ja. En dat was niet afgesproken. Juist. En dat heet potato, hè. Ja. En toen heb je hem een beetje... En heb je hem gevloerd. Wel, hè. En toen kreeg je vakantie van je baas. Want juist. Je was in Brazilië niet meer bruikbaar. Juist. Nou, dit heb je allemaal meegemaakt. Juist. En wij weten dat eigenlijk niet. Nee. En nou zijn andere Olympische Spelen gaande. Inmiddels ja, ja. zitten we in 2004. Dat is 32 jaar later. Ja. En ik heb in die serie Winnen van jezelf, Šimek ontmoet kampioenen. Ja. Allemaal kampioenen geportretteerd van sporten die niet zo in picture zijn. En boogschutter moet ik zeggen. En meisje die trampoline springt. Ja. Vaak mensen die van minimumloon leven. Ja. Maar enorm houden van hun sport. Juist. En ik wil je zeggen, ik en RVU, wij hebben dat een beetje gedaan. Ook ten ere van jou. En oh, dat kwam ik je eigenlijk dat vertellen. Dat is wel leuk. Ja. Juist. Dank je wel. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Dank je wel. Jawel. Dank je. Maar nu ja. moet jij nog iets presteren. Hoeveel woordjes kan je zeggen? Wat kan je bijvoorbeeld zeggen? Zullen we proberen een paar woordjes? Ja. Kampioen. Kampioen. Ja, maar hij kan alles nazeggen. Nou, dat is Juist. Toch genoeg? Juist. Ja, je moet alleen in de omgeving van goede mensen zijn. Juist. Ja. Dus nou, zeg me alsjeblieft na. Ja. En zeg dat in de camera. Ja. Ik ben een kampioen. Ik ben... Ik ben een kampioen. En wat is je vrouw? Een kampioen. Ook een kampioen. Juist. Jouw vrouw is namelijk een toppertje. Juist, ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat heb je gezegd, hè? Jawel, hè. Nou. En... Ja. Het is moeilijk. Hou je van haar nou meer dan daarvoor? Ja, natuurlijk wel. Ja? Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja. En hoe laat je dat merken? Nou ja, dat is... Dat gebeurt daar. Juist. Maar dat, kan je dat nog wel? Nee. Nee. maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Hoe laat je dat merken? Ja, dat weet ik niet meer. En hoe laat je dat merken? Dat zou ik, als wij dan visite krijgen en dan loop ik naar de keuken of iets anders. En dan zegt hij altijd van, dat is een topper. Ja. Nou ja, dat is al genoeg. Ja. Hè? En als hij maar lief is. Maar hij kan heel hard schreeuwen en gillen. Nee hoor. Omdat we er niet uit kunnen komen. Ja. Nee. Nee, maar het is ook heel moeilijk. Want kijk, langzaam dan kom ik er wel een beetje achter wat hij bedoelt. Maar heel vaak dan weet ik echt niet wat hij bedoelt. Ja. Maar dan wordt hij vreselijk kwaad. En dan gaat hij gillen en schreeuwen. Ja. En dat is natuurlijk voor hem is het onmacht. Ja, ja. Maar het is wel heel naar. Ja, die onmacht, hè. Kijk, judo is een kwestie van balans. Juist. Heb je meegeleerd. Juist, juist. Zelf balans bewaren en de ander uit balans proberen te brengen. Juist. En nou ben je getroffen door herseninfarct. Ja. En je hebt problemen met balans. Ja. Hm? Ja, dat is wat. Ja. 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 En wat doen we daaraan? Ja. Hoe oud wil je worden? Nou, ik weet het niet. 100? Nou, ik weet het niet. Nee, maar hoe oud wil je worden? Wil je oud worden? Ja, maar ja, dat is inherent dat ik... Bang voor de dood. Ja, bang voor de dood, maar dat is inherent aan hoe dat gaat. Ja.
Hoop je dat het beter zal gaan? Ja. Maar ja, dat ga je wel. Nee. Probeer dat nog. Dat maakt niks uit. Probeer dat nog. Ja. Werk je daaraan dat het beter gaat? Ja. Jawel. Maar ja, dat is wel... Ja. Oh, Scotty. Hou je... Luister die naar jou, dat geeft niet. Luistert Scotty naar jou? Ja, natuurlijk wel. Wil je dat voordoen? Nee, laat hem eventjes. Ik wilde graag dat... Nou ja, hij is weg. De vrouw heeft anders beslist. Wel, hè? Ja, ik wilde weten hoe je met Scotty omgaat. Ja. Want Scotty is belangrijk voor jou, hè? Juist, ja. Ja, natuurlijk. Want hij was in ziekenhuis, laatst, 4 dagen. Ja. Was die ziek. Ja. En toen was hij ook ziek. Toen bleef je in het bed liggen. Hè? Jawel, hè. Maar als ik naar je keek, dan straal je. Juist. Hoe komt dat? Ja, natuurlijk wel. Ben je gelukkig? Ja, natuurlijk wel. Meen je dat? Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar daarvoor, hè? Ja. Kon je dat allemaal? Je kon lopen, je kon werken. Ja. Jullie hadden nog even kroeg gehad. Je hebt keihard gewerkt. Ja. En jij bent... En nou ben je gelukkig, terwijl je zoveel hebt verloren. En toch ben je gelukkig? Ja. Dat is inherent. Dat ik... Dat hij nog leeft. Juist. En dat je toppertje hebt. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk wel. Ja. Ja. Ja, natuurlijk wel. Dankjewel. Jawel. Ja, geweldig. En als hij lacht, lach ik ook. Weet je wat ik niet begrijp? Want je hebt nog steeds waanzinnige spieren, hè? Ja. Maar waarom gaan die spieren niet weg? Als je zo... Je kan niet veel doen en die spieren blijven. Ja. En ik doe zoveel en ze komen niet bij. Moet je zijn buik voelen, die is keihard. Ja, mag dat? Mag ik je buik voelen? Ja, mag ik je een potato geven? Ja, natuurlijk. Echt waar? Ja, mag ik echt? Ja, natuurlijk. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Jouw vrouw zei dat je soms ja zegt er weer nee bedoelt. Nee. Oké? Ja. Pah, die is waanzinnig. Ja. Mag ik harder? Ja. Die is waanzinnig. Ja. En jij mag niet, hoor. Nee. Een schuit, hè? Hey. Schout? Schuit. Wat, een schout is een schip? Ja. En dit is een schout? Oh ja, dit is een... Oh ja, dit, je noemt dit een schout? Ja? Hij noemt dit een schout? Nee, hier ook. Oh ja, maar... Ja? Maar, je bedoelt mijn... Ja, natuurlijk. Dus je zit me een beetje in maling te nemen. Nou. Maar wie is hier eigenlijk gehandicapt? Wat te gek, hoor. Die gaat een beetje zeggen dat mijn schoenen schouten zijn. No, ja, ik begrijp het. Ik ben snel van begrip vandaag, hoor. Kijk, dan heb je hier dit. Ja. En dan komt het weer vrij. Kom maar over in, kom maar over. Ja, allerlei soorten verwurgingen heb je er. Zeg, hield je van... Nee, over vader moet ik nou niet praten. Wacht even. Als je er nog één keer doet, dan ben je er niet meer. Nee, waar moet ik over praten? Nee? Nou, laten we maar... Waar hou je van? Laten wij maar een gewoon gesprek aangaan en het judo maar achterwege laten. Ik denk het. Ik denk dat je helemaal niks bent. Nee? Kijk maar. Ja.
Wat mooi is, als je die trap nam, ja, dat je heel veel aandacht moet geven aan alles wat je doet. Hè? Ja, ja, ja. En dat is op zich, lijkt dat op een wedstrijd. Ja. Omdat je zit ook met dat balans te spelen eigenlijk. Ja, nou, hè? Ja, ja, ja. Mag ik een verhaal vertellen? Ja. Kijk, jij hebt, jongens, kom maar dichterbij. Want jij hebt een, dat heet, deze oor, dat heet in jargon van judoka's een bloemkooloor. Bloemkooloor, ja. Ja. En dat komt door het, bij het wurgen, hè, dan barst daar wel eens een vaatje. Ja. En dan loopt dat, dan doet dat heel veel pijn. Juist. En dan. Ja. En dus je kan dat laten wegzuigen. Ja. Maar dan volgende keer. Juist. Barst dat weer. Ja, wel. Dus een beetje judoka, een beetje fan, die laat dat gewoon zo. Juist. Dan wordt het hard. Ja, wel. En dan, dan heb je geen last meer van. Ja, wel, heb je ze aan allebei de. Nee. Nee, deze is normaal. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Je hebt maar één bloemkooloor. En dat kan je wel zeggen. Bloem, ja, het is heel moeilijk. Ja, bloemkooloor. Die Lisa is wel een toppertje. Jawel. He, jawel. Fantastische vrouw. Je hebt gewonnen. Jawel. Ja, gefeliciteerd. Ja. Ja, jongen. Ja, maar dat vind ik wel belangrijk, dat de mensen thuis beseffen dat iedereen in zijn leven een kans heeft te bewijzen wie hij is. Ja. En jij hebt dat gekregen met judo en je hebt die kans weer. Ja. En ik bewonder je omdat je die kans weer neemt. Juist. Want jij zou ook kunnen zeggen. Ja. Maar dat doe je niet. Ja, dank je wel. Ja. Maar ik moet verder. Je moet verder, ja. 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 Ja, dat is wat. Maar goed. Hé? Hey. Nou, we gaan afscheid nemen. Ja, we gaan afscheid nemen. Jawel, hè? Dat vind ik wel. Dank je wel. Ja. Ik moet aan wennen dat ik je linkerhand moet geven. Jawel, hè? Dank je wel. Ja. Dank je. Hoe doen dat judoka's? Die doen altijd, dat doen we tot afscheid. Ja. Laten we dat doen, want zo hebben we elkaar ook ontmoet 9 jaar geleden. Juist. Dan staan we op en dan buigen we naar elkaar. Juist. Ja. Fantastisch. En dan staan we zo. En dan. Dank je wel.